Dit is Papa Alfa 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes nummer 1135 met een uitzending voor vandaag 15 november 2017. Dit is het bulletin van woensdag. Ja, één dagje overgeslagen. Ik ben redelijk hersteld, maar niet helemaal nog. Dus ik doe het vandaag een beetje rustig aan met een wat kortere uitzending. Vandaag in de uitzending een volgend deel over propagatie. Ik ben, zoals ik vanochtend al meldde, ook aan het inventariseren van een mogelijke nieuwe serie over elektronica zoals die door bijvoorbeeld geheime diensten en privédetectors gebruikt wordt. Ik ben nog niet zeker of ik voldoende bruikbaar materiaal heb en hoe snel ik daarmee kan beginnen. Mogelijke onderwerpen zijn spullen bijvoorbeeld voor privédetectors. Daar kun je denken aan miniatuurzenders, audioafluisterapparatuur, gsm-afluisterapparatuur, direction finding en gps-trackers, portofoons met encryptie. Ja, heel interessant natuurlijk de afluisterapparatuur, vooral als het heel kleine zendertjes betreft. En diverse camera's en videoproducten, ja, dat is maar een greep. Bij spionage zal ik op zijn minst ook een aantal gebruikte technieken en procedures moeten uitleggen om te verduidelijken hoe de elektronica daar zijn rol in heeft. Er wordt door landen en organisaties van die landen gespioneerd, maar ook door organisaties die niet met landen te maken hebben. Uiteraard ook door criminele organisaties. Ook de doelen die verschillen. Het kan het landsbelang zijn of zijn er vaak ook militaire aspecten en ook concurrentiebelang. Kijk, en die criminele organisaties willen natuurlijk ook wel graag weten wat er tegen hun instelling gebracht wordt. Apparatuur voor spionage kunnen dingen zijn als agentenkoffers met daarin elektronica. Meestal is dat radio- of encryptieapparatuur. Vooral over de DDR is natuurlijk veel bekend over wat voor apparatuur er toen in gebruik was. Ik kan aandacht besteden aan manieren om de apparatuur te verbergen. Materiaal voor detectie hier van afluisterapparatuur. Dan heb je nog nachtkijkers en infraroodapparatuur. En soorten radioapparatuur. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. Gisteren ging het propagatieonderwerp over sporadische E en over dat de golven op het HF-spectrum zich op drie manieren kunnen verplaatsen. Via de grondgolf, via de directe golf of via de ionosfeer, de zogenaamde ruimtegolf. Bij de ruimtegolf worden niet alle korte golffrequenties door de ionosfeer gereflecteerd. Er is een onder- en een bovengrens bij iedere verbinding tussen twee punten. Als de frequentie te hoog wordt om nog te worden gereflecteerd, dan gaat deze recht door de ionosfeer heen zo de ruimte in. Bij een te lage frequentie is het de D-laag die roet in het ether strooit. Door te grote verzwakking in die D-laag komt het signaal gewoonweg niet meer door. Ook hier zijn de hiervoor genoemde effecten niet bepaald een constante factor. Ze variëren met de dag, met de seizoenen, met de zonnevlekkencyclus en met de plaats op de aarde. De volgende keer gaat het over onder andere de maximum usable frequency. Het propagatieonderwerp ging er de vorige keer over dat er grote variaties in propagatie bestaan met het tijdstip van de dag, met de seizoenen, met de zonnevlekkencyclus en ook afhankelijk van waar je je op aarde bevindt. De factoren die ik net noemde gelden voor de hoogst bruikbare frequentie. De laagst bruikbare frequentie varieert ook, maar die hangt naast de al genoemde factoren ook nog af van nog meer factoren. Op de laagst bruikbare frequentie hangt de hoogte van die frequentie ook af van het ruisniveau op de plek van de ontvangstantenne, van de efficiëntie van die antenne. En veel meer dan bij de bovengrens hangt het af van het zendvermogen. Het hangt daarnaast af van de absorptie door de ionosfeer en van zogenaamd E-laag screening. Ik weet daar de Nederlandse term even niet van, maar we gaan later in deze serie nog uitgebreider op dit fenomeen in. Dus Papa Alfa 0 Echo Tango Echo. Voor elk traject is er een maximaal bruikbare frequentie, vaak aangeduid met maximum usable frequency of MUF. Die afkorting wordt ook in het Nederlands wel gebruikt, MUF. Deze wordt bepaald door de toestand van de ionosfeer in de buurt van waar de reflecties tegen deze lagen plaatsvinden en van de afstand van het traject. De MUF is de frequentie waarbij onder die frequentie de golven nog door de elektronen in de ionosfeer worden teruggekaatst naar de aarde. Terwijl bij een hogere frequentie dan de MUF de golven door de laag heen schieten de ruimte in, waar we dus niets aan hebben tenzij we met bijvoorbeeld het ISS willen communiceren. Overdag is daarbij sprake van twee maximaal bruikbare frequenties. De MUF voor de E-laag met een kortere skipafstand en de MUF voor de F-laag met een grotere skipafstand. Soms wordt daarbij gesproken van een E-MUF en een F-MUF. Het propagatieonderwerp ging vorige keer over de maximaal bruikbare frequentie, de MUF, en de minimaal bruikbare frequentie. De maximaal bruikbare frequentie is er zowel voor de E-laag als voor de F-laag, de zogenaamde E-MUF en de F-MUF. Vooral de F-MUF varieert sterk gedurende een dag, het seizoen en met de activiteit van de zon. Op basis van oude waarnemingen kun je zien hoezeer dat op een bepaalde plaats het geval is en wat de maxima en de minima zijn qua mogelijkheden op die plek om verbindingen te maken.
Op basis van statistiek kun je met die historische gegevens goed voorspellingen doen van wat er op een bepaalde plek, op een bepaald tijdstip, op een bepaalde frequentie mogelijk is. Er is heel goede software hiervoor beschikbaar, met name het programma VoACAP, waar gegevens over een zeer lange periode in verwerkt zijn, is een van de betere. VoACAP is zowel online als in de vorm van software beschikbaar. Het is ontwikkeld door de Voice of America, dat zit ook weer de naam, hè, VOA, voor de programma's die de zender zelf inmiddels bijna niet meer op de korte golf uitzendt. De volgende keer dan hebben we het over de ALF, het veel minder bekende begrip dan de MUF, de Absorption Limiting Frequency. En dat heeft alles te maken met de D-laag. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.